Mijn naam is Jan-Hendrik Elzinga. Ik ben agrarisch ondernemer. Wij wonen en werken rondom de stad Groningen. Wij produceren daar met name melkvlees. Dat wordt afgezet richting de Groene Wegslaan. En daar kan de hele omgeving van meegenieten. Vorig jaar en het jaar daarvoor waren ook droge zomers. Wat wij daarvan merken als boer is dus met name de koeien heel erg last krijgen van hittestress. Koeien beginnen snel te ademen, willen niet meer gras eten, gaan allemaal met de kop bij het hek staan. Wat wij dan wel eens voor oplossing zoeken, vinden, is het 's nachts weiden. Dan gaan we 's nachts de koeien naar buiten doen en overdag binnen. Wat je aan het gras merkt is vooral dat de volle zon het gras doodbrandt. We moeten dus wel andere rassen, inheemse rassen, misschien wel meer kruiden in het grasland hebben om toch ons gras groen te houden. Klimaatverandering voor weidevogels is ook wel een dingetje. Voorjaarsdag dan heb je vaak de laatste jaren heel extreem droog weer. En dan droogt die klei, de bovenlaag, van de grond uit. En hier op die zware klei is dat gewoon een probleem voor die weidevogels. Om dan met hun snavel de grond in te komen en voedsel te zoeken. Wat wij dan doen is plasdras creëren door met een waterpomp gewoon het grasland onder water te zetten. Hoeft niet veel, 5, 10 centimeter. En dan kunnen de beesten weer voedsel brengen. Wij doen dus aan maaibeheer. Niet alle grond maaien op één datum. Maar wij maaien dus als een mozaïek. Wij weiden heel veel met koeien. Het geeft dus met elkaar, als je alle dingen goed doet, geeft dat dus kans op meer weidevogels. De toekomst voor de weidevogelvriendelijke boer is er denk ik wel. Het boerenbedrijf op zich in Nederland ben ik wel eens een beetje voorzichtig negatief over. De politiek heeft de laatste jaren ook laten zien dat ze niet direct boer-minded zijn. Dus hoe de toekomst precies eruit zal zien, ben ik een beetje sceptisch over.